ons mooie Nederlands verloedert in een hoog tempo. En kijk, op de week heeft de Nederlandicus Dr. Anders Kipping gevraagd of hij in ons programma regelmatig corrigerend commentaar wil geven op verkeerd taalgebruik. Goedenavond, meneer Kipping. Meneer Kipping, het probleem wat u vanavond behandelt. Dat. Wat? Nee, dat. Wat dat? Dat wat? Welk wat? Dat wat dat meneer Van Kooten gebruikt. Meneer Van Kooten zegt het probleem wat. Oh, dat. Ja, dat ja. Dat wat. Ja, ja. Dat lees je steeds vaker en dat hoor je ook steeds vaker. Wat? Wat in plaats van dat. Ja, hoe komt dat, denkt u? Wat? Nou dat. Dat. Dat wat? Ja, dat. Dat wat, ja. Dat komt doordat wij in het taalgebruik heel slordig omspringen met dat en wat. Aha. Daar geeft het niet echte problemen, die verwisseling. Maar als wij in de schrijftaal dat in plaats van wat gaan gebruiken en andersom, dan geeft dat wel degelijk misverstanden. U kunt het beste als regel aanhouden dat als betrekkelijk voornaamwoord terugslaat op iets bepaalds, terwijl dat wat we vaak als dat gebruiken, terugverwijst naar iets onbepaalds. Dus het boek dat ik je leende, maar alles wat ik je gaf. De kinderen keken naar een tv-programma dat wij goed vonden. Ja, dus meneer Kipping, niet de kinderen keken naar een tv-programma wat wij goed vonden. Ja, dat kan wel, maar dat betekent iets anders. Anders dan wat? Anders dan dat. Ja. Anders. Kijk, ja. De kinderen keken naar een tv-programma dat wij goed vonden, betekent dat wij het programma ook goed vonden. Ah. Maar als je zegt de kinderen keken naar een tv-programma wat wij goed vonden, betekent dat dat wij dat kijken goedkeuren, maar niet noodzakelijkerwijs het tv-programma. Ja, dus dat, als ik u goed begrijp, door het watje dat ik in mijn oor heb, kon ik de dat-recorder niet goed horen, wat ik erg jammer vond. Wat? Ja. Nee, nu trekt u het weer in het belachelijke, meneer Van Kooten. Nee, altijd. Dat is niet de afspraak geweest. Nee, ik ben gevraagd om een serieus taalkundig commentaar te geven. Ja, ik wou een voorbeeld geven. En met wat op die manier zeg ik... Meneer Kipping, ik heb niet eens een watje in mijn oren. Ik wou alleen met wat en dat. Ik wist precies dat het zou gaan gebeuren. Nee, meneer Kipping! Meneer Kipping! Ik probeer wat en dat op een leuke manier duidelijk te maken. Wat is nou het stomste wat je doen kon? Wat? Nou, dat! Nee, het stomste dat ik doen kon, hè?